En die verloren smartphone zonder pincode was niet het eerste lek waar de gemeente Rotterdam onlangs mee geconfronteerd werd. Eerder lagen hierdoor al zorg- en belastinggegevens van duizenden Rotterdammers op straat. De gemeenteraad verlangt nu van de verantwoordelijk wethouder dat die zijn 11.000 ambtenaren verplicht tot het gebruik van een beveiligingscode op smartphones en tablets. Wij moeten echt voorkomen dat die datalekken er zijn. En het enige wat echt helpt, is een hele goede code op je eigen spullen. En hoe gaat u bij uw ambtenaren erop aandringen dat ze dat nu daadwerkelijk gaan doen? Nou, we hebben al een bewustwordingscampagne. Ook als je een telefoon krijgt, wij vernieuwen natuurlijk ook regelmatig telefoons, dan krijg je al op het moment van uitgifte van die telefoon nadrukkelijk de opdracht om een goede pincode te installeren. En dat is belangrijk. En we hopen dat het gaat werken dan nu, hè? Ik ben ervan overtuigd dat heel veel medewerkers, eigenlijk alle medewerkers, weten dat ze met beveiligde informatie omgaan. Dat moet werken, maar het blijft mensenwerk.